stil te zetten. En voordat we gaan beginnen met de show, moeten we eerst alle spelers nog even voorstellen. Dit is Aïse. Zij speelt Beth de toiletdame. Die heeft hij nou weer niet doorgetrokken. Dit is Noah. Zij speelt de manager van Diva. Oh, is deze musical vandaag al? Ik had heel wat anders in mijn agenda geschreven. Dit is Thijs. Hij speelt Fred Timmerman. Microfoon staat niet helemaal goed. Ja, dit is Thijs en hij speelt Frans Timmermans. Microfoon staat nog steeds niet goed. Oké. Dit is Romee, zij speelt Eva. Is dit alle publiek waar ik vanavond voor sta? Ik ben Thalesse van meneer Lennon. Dat ook. Onthoud jij zo meteen ook even gaan doen? Ja. Dit is Angelique. Jij speelt Madame Raad, branddame van de opera. Dit is Suus. Zij speelt Bianca Bubbel. Kagelpie. Dit is Rick en hij speelt Remy. De zwerver. Oh, sorry mensen. Ik lag even te slapen. Dit is Cheyenne. Zij speelt Vicky. Dit is Tessa en zij speelt Nicky. Dit is inspecteur. Dit is Koen en hij speelt inspecteur Hoetsma. Dit is Marnix en hij speelt Max Mooijman. Ho, wat zit mijn haar goed. Dit is Mels en hij speelt Monsieur Coco. Ik vind hier alles met een skermes. Dit is Amy en zij speelt Oma Lisa. Dag mensen. Dit is Ruben, hij speelt ook een leven lang. Kom eens hier! Oeps! Ik zei dat je daar bent. Dit is Jasper, hij speelt Benny. Leuk. Kennen jullie die mop van die... Oh ja. Dat is Koen, Karma en hij speelt Boekali de Tof. Donder, bliksem, storm, ik tover alles in een andere vorm. Oh, mislukt. Dit is Ivar en hij speelt Hoebali. Hoebali de Grote bedoel je? Dat is Sini, zij speelt Lola, de assistente van mij en Koen. Tadaa! Dit is Ilse en zij speelt Saskia Stort. Spannend! Dit is Finn en hij speelt Sini. Snel hè! Dit is Jochem en hij speelt de regisseur Steve Spielberg. Rustig aan, rustig. Dit is David en hij speelt producent Ellende. Wat een ellende. Dit is Björn en hij speelt de barkeeper. Wie wil een biertje? Wie wil een krachtteam? Veel plezier met kijken naar onze musical. Tot een hit. Natuurlijk, makker. Anders. Ontslag.
Oh, spannend hè? Nou, spannend. Ik heb al een aantal acteurs en mensen verwacht in de schrijver geïnterviewd. En, zijn ze goed? Heel goed. Koop. Bianca Bubbel is uw regieassistent. Ze heeft de lijst met namen. Het is een bond gezelschap. Hallo, hier is de lijst, gozer. Verder nog iets? Nee, dank u. Eens even kijken. Een operazangeres? Een clown? Oh ja, die clown is niet grappig. Niet te doen, die vent. Een diva en wat dansers waarvan de helft geblesseerd is. Kijk, twee goochelaars en een acteur die zichzelf nog een knap vindt. Kortom, toi toi toi. Ik geef jullie een paar uur en dan moet mijn show klaar zijn. En als iedereen er is, doe ik de voordeur op slot, zodat jullie alleen nog maar bezig zijn met de musical. Oh, spannend. U vindt alles maar spannend. Hé hey, jongens, die oude verplek is bewoog. Oh, spannend. Ik bedoel, wat gek. Ik ga even kijken. Ik heb al gelijk inspiratie voor een musical verhaal. Het monster in de verkleedkist met Carice van Hout in de hoofdrol. Huh? Huh? Wat is dat? Een zwerg. In mijn theater? Oh, sorry mensen. Ik lag even te slapen. Ik wil niemand tot last zijn. Slapen in een theater? Ik ben echt niet de enige hoor. Bij de laatste voorstelling van Gordon lag de hele zaal te knorren. Aangenaam. Remy, ik heb geen huis meer. Ik kwam hier als kind al in het theater. Heb bijna alle shows gezien. Maar toen het hier toch leeg stond, dacht ik... Wat een ellende! Weg jij! Dit theater is nu voor mij! Ja, en neem gelijk die oude kleren mee. Maar dit zijn oude kostuums. Kijk, een theatermasker. Ik heb een spannend idee. Waarom geef je dan niet een baantje? Kan ik gelijk jouw kleren schoonmaken. Die kunnen we dan gebruiken bij de show. Oh, mag dat? Geweldig. Wat levert het op? Even onderhandelen. Ik doe het natuurlijk niet gratis. Oké, vooruit. Voor niks? Deal. Hey, ik geloof dat ik een foutje heb gemaakt. Onthoud, dit is geen speeltuin. Ik wil een geweldige show. Want anders... Spannend, spannend! Alles komt goed, hoor. Laat iedereen maar op het podium komen, meneer Lende. Vertrouw het mij. U regisseur. Is hij weg? Ja, die is gelukkig weg. Nou, het wordt een drama. Spannend, een drama! Nee, luister nou. Wat moet ik? We hebben nog helemaal geen show. Ik ken de acteurs nog niet eens en we moeten over een paar dagen klaar zijn. En hoe gaat het ooit een echte groep worden? Nou, Steef, rustig. Je hebt mij toch? Een hele goede regieassistent. Ja, Piep? Nee dan. Saskia, wat vind jij? Ik ga niet zeggen dat je het spannend vindt. Ontspan. Dat klinkt al spannend. Ja. Steve, we doen een musical. Een simpel verhaaltje. En als het verhaaltje op Pit kan gebruiken, dan doen we er een liedje bij. Heb vertrouwen. Ik schrijf een spannend... Nee, een spectaculair stuk. De regisseur moet natuurlijk wel vertrouwen uitstralen. Dus kom op, gozer. Relax. Oké, ach, daar komt hij weer in. Komt u maar. Dames en heren, mag ik jullie aandacht? Stilte, ik ben jullie regisseur, Steve Spielberg. En ik ga jullie zo vertellen welk stuk we gaan spelen. Het wordt een stuk waarbij het publiek op het puntje van de stoel gaat zitten. Dat beloof ik. Sterker nog, daar heb ik al een liedje over geschreven. Ik ben de tekstschrijver Saskia Stoort. We gaan knallen. Hoe vinden we dat? Spannend! Jullie halen me de woorden uit de mond. Iedereen is gespannen, wordt een nieuwe show een succes.
Het is dat er nu nog geen publiek in de zaal zit. Anders hadden ze uit hun dak gegaan. Ik ben trouwens jullie regieassistent. Kagoepie? Nee. Meneer Speelberg en ik hebben gekozen voor een musical. Yay! Ik neem aan dat u voor een clown ook een geheime rol heeft. En uw naam is? Meneer Leuk. En uw voornaam? Benny. Benny Leuk. Clown in de musical? Benny Leuk, de musical. Geheim, toch? Nee! Dag, ik ben de manager van Diva, de ster van de show. Hallo lieve mensen, wat fijn voor jullie dat ik de ster van jullie show ben. Wij willen u in de schijfster even alleen spreken. Alleen? Dat lijkt me nu niet het moment. Ik heb voor jullie allemaal een toi 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 cadeautje meegenomen. Het ligt in jullie kleedkamer. Rennen! Rustig! Rustig afgaan! Doe nou rustig! Ik zeg rustig! Oh, als ze dit in de show doen, dan wordt het een ramp. Ach, arme stakker. Jij wil je vast nuttig maken. Leg mij mijn cupkoffertje maar even in mijn kleedkamer. Maar voorzichtig. Er zitten ook mijn kostbare juwelen in. Krijg je daar nog een lief aan handtekening? Ik verdien hier helemaal niks en ik krijg een paar strepen op een papiertje. Nou nou, wat ziet er in gul vandaag. En wat doet u hier nog? Ik ben Beb van het toilet. Ik heb geen kleedkamer. Nou hier, 5 eurocent. 5 eurocent? Een lief van de koude kap. Er zitten hier net zo'n nagelucht te zijn hier het toilet. Oh, die moet ik ook nog schoonmaken. Zal ik gelijk even doen. Wilt u nu echt allemaal weggaan? Frans Timmermans is de naam en dit is mijn broer Fred. Fred Timmermans is de naam en dit is mijn broer Frans. Wij hebben ook geen kleedkamer. Nee, wij zijn voor het decor. Wilt u daar dan achter gaan staan? Dank u wel. Nou, dit heeft de plan. Zeg ik, een heel decor, Frans. En u bent? Fien, de supersnelle klisser en ik doe ook de smiet en dat doe ik ook supersnel. En hoe snel is snel? Een voorbeeld, ik kleed me supersnel om in... een prinses met alles erop en eraan. Ik zal bewijzen hoe snel ik ben. Tot snel! Nou, die is lekker snel, hè? Ja, eindelijk. Iedereen weg. Zo, Diva, ken je me niet meer? Max, mooi man. Jij hier, als je maar weet dat ik de ster van deze show ben. En niet jij. Ja, voor het mannelijke publiek dan. De vrouwen willen mij. Om samen in te kijken en ze vallen op flauw. Ik moet natuurlijk wel goed lichten. Ik wil meer tekst krijgen dan hij. Oh, dat ga ik regelen. Ze kan hier eens 2 zinnen onthouden, die diva. En ik wil zeker geen liefdescène met hem. Oh, de laatste keer dat ze mij een toneelkens gaf, heb ik een week in het ziekenhuis gelegen. Bacteriën. Diva was mooi, man. Daar ga ik iets spannend over schrijven. Ik vind dit al spannend. Dit is het liedje dat Diva aan de musical wil zingen. Zelf geschreven. Geef je het even aan het orkest? Hey, ik schrijf hier de teksten. Wees nu maar dankbaar. Het is een prachtig lied. En waar gaat die tekst dan over? Over het meest dierbare in ons leven. Oh, spannend. Over de liefde dus. Nee. Het gaat over mij. Diva heet het. Dank u, vrienden. Verder ben ik heel makkelijk. Dit zijn onze andere eisen. U blokt me met een ster in de show. Ik inspecteer je kleedkamer of er wel fruit aanwezig is. Kijk gelijk of mijn benen daar liggen. Wat een lief mannenbedrag. Daar heeft u bij mij geen last van. Ik ben heel gewoon gebleven. Bla bla bla. Dit is overigens mijn privékop. Bonjour, mijn naam is Monsieur Coco. Mijn eigen kok? Ha, belachelijk. Moet wel, als ik jouw gezicht zie, krijg ik al geen hap meer door mijn keel. We eten vandaag een heerlijke pâté. Oui, oui, grap, oulala, vlees, moi, en een geflambeerd toetje toe. Wat heerlijk zeg, ik kan niet wachten. Regisseurtje luister goed, privé kok, dus alleen voor mij. Bon appétit. Jij lekker niet. Ik hou niet van Frans eten. Wacht. Ik viel hier anders met een scherpe stippen. Onthoud dat. Ogen van. Wat is iedereen onaardig tegen elkaar zeg. Zo wordt dit nooit een echte groep. Welkom in de wereld van de showbiz. Ik speel graag totaal verschillende rollen. Zoals Power Man, Rocky, Tarzan. Nou ja, weet je dat ook? Puff! Dag, dames. Oh, wat zijn knappen, hè, Nicky? Zeg dat wel, Pinky. Hallo, wij zijn danseressen van het ballet. Maar we willen nu een hoofdrol. Ja, mag dat? Please. Dat lijkt me geen goed idee. Ach, meneer Speelberg toch? De meisjes mogen best een hoofdrol. Ach, dank u wel, Diva. U bent ons groot voorbeeld. En nu, meisjes? Ik sta bescheiden in het midden en jullie staan links en rechts van mij. En nu meisjes, een stapje naar achter, nog een klein stapje,
Een groot klein stapje. Prima, heel goed. Staan we zo wel goed? Ja, we staan in het donker, toch? Prima, heel goed. En nu kan de rest van het ballet erbij. Meneer Spielberg, gaat u maar even lekker zitten. Is iedereen er klaar? Ik ga mijn nummer doen. Is iedereen er klaar voor? Zeker wel. Luister dan goed naar de taal. Ja,
gelukkig weer goed door de toverdus is. Hè, Kees? Wat kan ik voor jullie doen, heren? Wij kunnen die musical voor spectaculaire effecten zorgen. Hier is ons kaartje. Maar er is helemaal geen kaartje. Het is een onzichtbaar kaartje. Hé, meneer Spielberg, hoe vond u het liedje van Diva? Eerlijk, een vreselijke tekst. Die moet je herschrijven, Saskia. Anders vrees ik een slag van meneer Ellendi. Echt, het kan niet erg. Het spookt hier in dit theater! Het spookt! Het kan dus wel erg. En u bent? Madame Kraai, granddame van de opera. En ik zeg nu, het spookt hier bij deze musical. Het spookt! Spannend! Noem dat maar spannend. Ik schudde bijna uit mijn panty. Ook spannend. Ik bedoel, wat is er gebeurd, Madame Kraai? Nou, ik kwam aan mijn kleedkamer. Eerst hoorde ik gekrijs, maar dat bleek liever met een vreselijk liedje te zijn. Dat hebben wij ook gehoord. En toen? Toen zag ik op de gang een figuur met een zwarte cape en een masker. Hij plakte dit op de muur. Kijk! Er staat, ga weg, laat het theater nu. Dit kan ik je niet bij hebben. Als meneer Ellen hier achterkomt, word ik ontslagen. Wilt u dit alstublieft tegen niemand zeggen? Natuurlijk, meneer Spielberg. Ik zeg het echt tegen niemand. Madame Kraai, is het waar? Spookpapier? We willen allemaal weg, maar de deur is dicht. Mogen wij de sleutel? Please? Wel, nee. Niks aan de hand. Dat was een grapje voor Madame Kraai, toch? Nou, nee. Ik... Ze kraaien wat. Dat van die mysterieuze figuur is niet waar. Wie loopt er nou met een masker op en een cape om? Oh, gelukkig. Kijk, Nicky. Volgens mij heeft hij een masker met zo'n cape. Nee, Nicky. Ik hoor net dat zo'n figuur niet is. Oh ja, stom. Zo is het ook. Waar? Dat is hem! Hé, jij daar. Staan daar. Ik ga onmiddellijk de politie bellen. Spannend! Dames, ik ga flauw vallen. Wilt u dat niet doen? Nee, u lijkt me zo zwaar. Maar ik ben van de stress. Rustig blijven. Bedankt, Kai. Nee hè, nou is mijn kleding nat. Mijn diamanten zijn gestolen. Door een gast met een zwarte cape om. Schande, ik wil een producent spreken. Ik kook van woede. Zo, u bent weer lekker cool. Mensen, wat een paniek. Kan ik helpen? Jij bent het. Jij liep de hele tijd met die kleding. Ja, dat moest de wasmachine in. Maar toen ik even niet keek, heeft iemand ze weggepakt. Was die vreselijke Max Mooijman. Dat heb ik gehoord. Ik speel altijd de held. Jij bent anders een prima spook. Je hoeft niet eens een masker op. Hij is gemeen. Manager krijgt die. Heeft u nog een glaasje water? Mensen, alsjeblieft. Onze regisseur is helemaal verslag. De mysterieuze figuur is nergens meer te vinden. Wat een ramp. En nu? De politie kan hier elke moment zijn. Mag ik hier even zoeken om op het toneel te komen? Afkomen! Rustig. Allemaal rustig. Beste mensen, ook al is het voor niet, jullie zijn artiesten. En dan weet je, wat er ook gebeurt, de show moet doorgaan. En zeg niks tegen de producent. Problemen met deze groep zelf. Gaat het lukken? Je kunt op ons en mijn hoge assistent rekenen. Behalve. Het is een klein beetje misgegaan met de zaak. We moeten met de andere groep vormen, wat er verder ook gebeurt. Goed gezegd, Saskia. Ja, ik kan er wel om janken. Geen tijd, want de show gaat door. Yeah.
We hebben de rollen verdeeld voor de show. En nogmaals, rustig afgaan. Dat zouden jullie zonder mij moeten. Deze dame en deze heer willen jullie ook even spreken over de musical. Ja, ik heb een vraagje. Heeft u misschien ook nog een rolletje voor een oude actrice? Wat? Ik vroeg of ze nog een rolletje houden voor een oude actrice. Moet je piezen? Je bent net geweest, man. En jullie zijn? Ik ben oma Leeflang. En ik ben opa Leeflang. Ik ben nog 103. En ik ben 105. Ik zit al 100 jaar in het vak, maar ik spring nog zo over die hemel. Moet je opletten. Oh. Wat doe jij dan? Zo, wat is je geheim? Sportlijf? Nee, als je altijd rustig blijft, blijf je jong. Ik rij zelf nog auto, al krijg ik wel altijd een bon. Voor te hard rijden? Oh nee, ik rij zo zacht, ik krijg altijd een parkeerbon. Maar zeg even over de musical. Ik speel graag een jonge vee of zo en hij is graag gitarist. Dus denk aan ons. Dit is toch niet te geloven? Ja, er is een rare groep mensen bij elkaar. En die rare regieassistent, die doe ik nog eens wat. Stop, moet u voor het kwaad. De naam is inspecteur Moedersbeek. Politie, altijd spannend. Er zijn dingen gestolen, heb ik vernomen, en nu deze bedrijf. Ja, help ons alsjeblieft, inspecteur. Maar zeg niks tegen de producent. Ik wil graag overkomen alsof ik alles onder controle heb. Dan spelen we dus zonder één hoedje. Is dit de lijst met namen van alle mensen in het theater? Jazeker. Mooi. U kunt gaan. En hou de hoed. De moed erin. Alles komt goed. Madame Kraai en meneer Leuk. Die wil ik even spreken. Want iedereen is een verdachte. Gelukkig. Ik wacht erop. Ik vind mijn rol te klein. Verder ben ik onschuldig. Anders ik wel. Oh, kijk meneer de inspecteur. Dit is wat het spook heeft opgehangen. Een spook met vingerafdruk. Wij ook! Ons konijn is gestolen! Benny! Maar waarom kijk je naar mijn handen? Daar zit net zo deze bedrijfje. Lijn. Oh, bent u de dader? Mens, wel nee. Ik moet nog steeds mijn neus opplakken. Vandaar al die lijn. Is dit nou koud? Meneer de inspecteur, ik zeg u. Het spookt hier in dit theater. Het spookt. Dan kraai ik in mijn hoed voor je af. Oh, maar waarom fijne vent? U heeft deze brief wellicht zelf gemaakt om deze scène te kunnen maken. Oh, valse kraai. Schandalig, dat is niet waar. Ik ben slachtoffer. Wij ook, ons konijn is gestolen. Zit hij niet gewoon in jullie hoed? Nee, oh, ja. Wat een gekke, die man hebben zeker een gehoogie. U zag een mysterieus figuur met wit gezicht, mevrouw Kraai. Was jij dat niet, Benny? Nooit leuk geweest? Haha, nou dat is toch de mop van de jong? Tuurlijk niet. Heren, ik ben benieuwd wat jullie nog meer uit jullie hoofd moeten kunnen tonen. Juwelen misschien? Wij? Onze harten breken in twee. Net als je assistenten. Wij zijn onschuldig. Anders ik wel, en dat is geen grap. Moeilijke zaak. Het punt is, iedereen kan de dader zijn. Maar ik zal proberen hem of haar te vinden. Volgens Diva is de dader meneer Mooiman. Handen omhoog! Oh nee! De stok, Max. Nee, man, er is een klappertjespistool. Verzoek van de schrijfster van de show. We gaan voor de Wild West Musical. Show must go on, hè? Je bent zeker verdacht? Nee, echt niet. Grijp de dader! Wat bedoel je, Bep? De dader van de vieze toiletsmeerlap. Als jij de volgende keer vergeet door te trekken, laat ik je alle hoeken van dit theater zien. Dat moet vast mijn paard geweest zijn. Ja. Sst,
En waar was u, mevrouw Web van het toilet? Waar denk jij? Ik heb hier niks mee te maken. Als jij denkt dat het zaakje stinkt, moet je eens bij mij opkomen. Tuur, gelukkig, daar bent u. Weet u wel waar mijn juwelen zijn? Heeft u zelf in uw kleedkamer gelegd? Nee, dat heeft hij gedaan. Mensen, krijgt een armoedzaai weer de schuld? U bent geen acteur, maar iemand die onderdak zoekt. Aan een wildvreemde geef je toch geen juwelen mee? Ik dacht niet na. Maar misschien zijn de juwelen niks waard en wilt u de verzekering oplichten? Aha! Ik ben schuldig. Max Mooijman is de dader. Oh, niet! Gaat u nou maar gewoon doen met de show. Hoe liet je het thee en ik ben wel wie de dader is. Anders eet ik mijn hoed op. Oh, ik vertrouw niemand meer. Ik ben zo blij dat... Ik ben zeker de dader niet. Jullie zijn echt de laatste die mij weg willen hebben. Ik ben zo blij dat er eindelijk een musical komt hier in dit theater. Maar waarom, Remy? Anders ging dit theater weg en dat zou een ramp zijn. Oh, wat schitterend theatraal. Vertel, muziek!
Applaus! Hey. Goed gezongen, baby. En nog steeds helemaal gratis. Hallo, dit is jullie lekker bezig zijn met de musical. Ja hoor. Ja, hoor. Ja hoor. Dit is jullie baas, de producent, meneer Ellen. En zijn secretaris. Hallo. Ik zie dat jullie lekker bezig zijn met de musical, als oké okay, nu. Ja, prima. Even met de schrijver alleen praten. In vredesnaam, rustig afgaan. Luister, Steen, je moet wel een keuze maken. Wat bedoelt u? Wat wordt het nou? Een western musical? Een opera? Nou, misschien horror. Iets anders, horror. Een circus? Meneer de regisseur, de inspecteur wil spreken. Een detective! Nu niet. Ga je verkleden. Weg. Wat hadden we nou afgesproken? Hier komt een pauze. Muziek! Billy was paard!
s'avonds hoor ik wat gek, man. Hup, naar de slaperij. En op dat blik kreeg ik mijn schrik. En was die ik voorbij, dan noem je wildwestverhalen. Dat gaat erin als lekkere, lekkere koek. En, wat vond u ervan, meneer Rolende? Oh, spannend! Precies! Ontbreekt eraan! Het is niet spannend genoeg! Het zonnepaard werkt trouwens niet. Nou zeg, dan mag je geen paard nooit in de bek kijken. Misschien was een koe toch beter geweest. Hij komt straks weer en verwacht een beter idee. Ja, dit was niks met de gekke kaktus. Het is wel meneer kaktus. Hij is een prikkelbaar vandaag. Sinds wanneer zijn kaktussen niet prikkelbaar? Ik wil wel meedenken. Misschien dat de kist kan doen. Nee! Dat help ik niet. Mag ik ijs? Een tampuurskool. Ik heb al wel wat nieuwe ideeën, Steve. Oké, laten we die bespreken. En trouwens, dit hebben ze wel aardig opgelost. Gaat het toch nog een groep worden? Er staat de lunch klaar. Er valt voor iedereen wel wat te kouwen. Yay! Yay! Rustig afgaan! Rustig! Het is een groep, maar wel een hele drukke. Die kist moet open. Waar is mijn manager? Oh, gelukkig, Diva. Je hebt me nodig. Ik kost namelijk 100 euro per minuut. De dader zit hierin. Maak hem onmiddellijk open. Waarom ik? Ik ben ongewapend. Laat het nou aan de inspecteur over. Inspecteur! Waar is die vent? Precies, dit is niet leuk meer. Inspecteur! Inspecteur! Dat blijft mij nou. Nooit op tijd. Er was nog een kip in de schaal. Waar is hij? Achteruit! Monsieur Koekoe heeft het schep met zijn koekpan. Ik zal het fileren. Stop! Jij! Ik heb nog steeds het. Ik heb nog steeds het smerigste wapen van ons allemaal. Een wc-borstel. Ik zou Bob kunnen vertellen, dat is ook dood. Weg jij, clown. Laat het aan de held van het stuk op. Met je klappertjespistool zeker. Dat weet hij toch niet? Schrok! Kom uit die kist! Stop! Hoed je voor het gewaad. Inspecteur hoed me, eindelijk. Mag ik dat pistool eens zien, meneer Herman?
Aha, dacht ik er niet. Echte kogels. Echte kogels? Oh, wat zei je weer miljoen, Diva? Ik ben even weg. Je moet het dadelijk komen, ze maar een pistool hebben gedaan. Precies, je bedoelt het spook en die zit in die kist, inspecteur Hoesma. Dat mij niet doen, mensen. Dit is niet iets voor jou met de bed. Grijp die smeer dan! Op verdenking van chantage, diefstal en het belemmeren van een musical. Beveel ik u uit die verkleedkist te komen. Nu! Kennen jullie die mop van die kist die niet opging? Ik zou jou nog een woord trekken. Ik help wel. Ik vertel gewoon een flauwe mop, dan komt hij zeker wel uit de kist. Wat is het verschil tussen een guppy en een goudvis? Nou. Een goudvis zwemt in het water en een guppy wel. Ah joh, Benny. Jouw grappen helpen nooit. Ik ga wel eens anders even lekker vast zingen. Dan komt hij er wel uit van de schrik. Oh nee, niet meer. Over de. Heel helder. Stop! Als je zo doorgaat, kruip ik zelf ook in die kist. Ik weet wel wat. Ik sla wel even met die wc-borstel door de kist. Dan komt hij er zeker wel uit. Kunnen we al kijken? No, we laten hem nog even sudderen. Nu is het. Nu is het genoeg geweest. Niemand. Er zit niemand in. Hoe is het mogelijk? Wat een geweldige truc. Maar meneer de inspecteur, u kijkt alsof u er een adder gebeten bent. Aha, maar natuurlijk, ik weet het. Weet wie de dader is? Iedereen! Iedereen op het podium komen, zo snel mogelijk. En zo stil mogelijk. Mensen, ik ben eruit. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Gelukkig ben ik niet om mijn hoedje gegaan. Muziek! Ja, muziek. Dat zeg ik je zo wit van het hoedje en de rand. Waarom langer wachten? Wie is de verdachte? Doe niet zo irritant. Hoe is het onmogelijk? Dan noem ik een schap uit. Hoe en wat vertel ik nu? Je bent er nu toch uit? Waar moet ik nog zeggen? Eventjes geduld. We zijn toch zo nieuwsgierig? Wie krijgt die nou de schuld? Wie krijgt die nou de schuld? Hoe en wat?
kunnen zijn. Maar gelukkig, ik weet wie de dader is en daarom hoop ik gedronken worden. Hier, inspecteur, deze vrouw wordt aangeboden door het spook. Altijd voor proberen waard. Lekker hoor. De dader is. Wacht even. Ach, die doet vast een dutje. Dat doen we ook. Zes keer bedacht. Wanneer? Hij is. Is hier? Bewusteloos. En dat was net zo spannend. Monsieur Coco, ben jij de dader? Monsieur, ik heb me niets gedaan. Dit is ervoor, stond in de keuken. Voor de inspecteur, groeten het woord. Maar waar haalt hij zo snel vergif vandaan? Misschien zoals die nemen aan het vergiftigen. Oh? Naar de keuken, fiets! Rustig aan, rustig. Ach, arme inspecteur. Ik heb het met hem te doen. Zo, Diva. Je hebt er zo'n zachte kant. Jij bent ook best aardig als je zo bezorgd bent. Hij heeft water nodig. Ik ga al. Tot zo, Max. Wacht, ik ga wel met je mee. Zeg, kan je er nog een beetje water of... Oké. Ik ga het zo halen. Oké, ja, hier is mijn... Hier is het water. Hier is het met water. Wat is die vent nou weer? Inspecteur! Wat? Hij is echt een mysterie. Inspecteur! Wat? Daar dan. Inspecteur! Inspecteur! Nou. Inspecteur. Water voor hem en dan is hij weg. Ik denk het. Je weet het ook nooit. Zit hij ergens bij jullie dan? Ja. Die gast is ook nooit op tijd. Ongelooflijk dit. Hij lag toch daar? Ja, eerst wel ja. En door hem moeten wij gered worden van een spook. Ja, hier zeg jij eens te vinden. Ongelooflijk. Ik hoor kloppen en die kist me beweegt. Wat is dit toch eng? Snel weg hier. Nee, wacht. Oké, wacht. Ja, ik heb getraind en dat helpt al. Ja, het is echt wel. Dat klinkt niet best.
klinkt een beetje hol. Nee, volgens mij draait de kist. Spannend, een klopgeest. Maak dus geen illusie. Spoken bestaan niet en de kist is op slot. Ik heb een reservesleutel. Ik heb er jaren in geslapen. Wie is daar? Max, haal me hier alsjeblieft uit. Max, hou vol, jongen! En mensen, hoe gaat het? Al een nieuw musical idee? Het steun. Max had een goed idee, hè Max? Ja, maar haal hier uit. Wacht. Waar is die de kist? Nou, Max die heeft een geweldig kostuum gevonden. Toch? Waarom zit hij op slot? Ja, goede vraag, meneer Lende. Waarom zit hij op slot? Zat jouw mond maar eens op slot, Bianca Bubbel? Nou, niemand mocht het weten. Maar nu wel. Met trots presenteren we ons nieuwe musical idee. Bouwerman, de musical! Ja, ik kan zo snel iets anders pakken. Wat een geweldige truc! Maar natuurlijk, een wervelende musical over Power Man, de superheld. Na het succes van Spider-Man op Broadway wordt dit de nieuwe hit. Nou, dat pakt mijn staartje niet. Oh, Power Man, je bent geweldig. Red mij, Power Man, dan doe ik mijn kunstgebit uit de ogen. Wat een ellende. Mijn vuist. Boom, boom, bang. Jij erin geluist. Boom, boom, bang. Word je aangevallen door een krokodil, dan moet je even bellen of je geeft gewoon een gil. Hij is massaal, geniaal en nu allemaal. Kijk uit je Powerman. Powerman is krachtig. Dat geluid. Boom, boom, bang. De vijand schreeuwt het uit. Boom, boom, bang. De hulk is echt een groentje, die maak ik echt zo in. En Spider-Man stelt ook niks voor, dat is een kleine spin. Hij is massaal, geniaal en nu allemaal. Kijk, hij heeft je Powerman. Powerman is krachtig. Kijk, heb je Powerman. Powerman is krachtig.
prinses dan die diva. Ik moet. Nee, oh, maar even, ik hoort het klapperen van uw gebit. Kan ik iets doen voor u, mevrouwtje? Oh, jij kan mij zeker helpen, Power Man. Ik heb hulp genoeg. Hoe kan ik uw leven redden? Eens even kijken. Hier is ons lijstje. De post moet nog uit de boom gehaald worden. We moeten nog boodschappen bij de supermarkt. Ja. Hij bedoelt levensbedreigende dingen. Oh, zeg dat dan eerder. Even een kutgebit moet schoongemaakt worden. Hij wil nog een boomhappen water. Leuk, leuk nodig. Maar is er nog een vijand? Wat bedoel je? Een vijand waar Power Man het tegenop moet nemen, zoals de Joker van Batman. Dat ziet er goed uit. Ga door, Power Man. Sla de vijand. Zet hem op, kerel. Blijf die zo los. Oma, ik ben toch een beetje man. Laat mij even, jongen. Ja. Oh, dat weet ik niet. Wat er allemaal bij. We hebben nu wel een groot probleem. En zo, is mijn beurt. Dat is toch bij de musical. Meneer Ellen, ik zeg het u eerst. We hadden last van een mysterieus figuur. En nu blijkt het de inspecteur van de politie te zijn. Maar dat is geen inspecteur van de politie. Huh? Dat is een acteur. Die ik heb ingehuurd voor de musical. Maar weet je wat? Natuurlijk! Het theater zat dicht, dus we konden helemaal geen inspecteur binnenkomen. Ja, ik speel eindelijk een glansrol. Je bent inspecteur en spook tegelijkertijd. Maar heeft u eigen vergiftiging in het scène gezet? Er was niks mis met de vorm. Dit is de vorm. Maar waar zijn we hier weten van Diva? Vertel af! In die kist. Sorry mensen, maar dat was wel een bedoel. Je hebt een musical gezien. Niet helemaal, meneer de regisseur. Ik heb het in opdracht gedaan. Maar wie? Wie heeft je gevraagd dit te doen? Ja, wie heeft de inspecteur gebeld? Wie heeft de fles wijn klaargezet toen ik net deed of ik vergiftigd was? Wie anders dan? Saskia Stocht, de schrijfster. Saskia? Wat? Heeft zij het gedaan? Nou, jij bent een flauw met mijn humor. Maar wel spannend. Ik dacht, laat ik een musical mysterie maken. En toen heb ik dit allemaal bedacht. Door het mysterie zijn jullie wel alsof we gaan samenwerken. En dat was mijn doel. En het is ook nog eens een hele spannende musical geworden. Dus goed gedaan allemaal. Heb ik dan ook een rol gespeeld? Zeker. Nou, nog meer eens wat anders dan een wc-rol. Jammer dat er geen publiek in de zaal zit, hè? Geen publiek, zegt u? Laat mij maar even. Hoebali de grote. En Boekali de nog grotere. Kijk eens goed, Steve Spielberg. Is er daar een zaal vol met publiek? En die zijn door het dolle heen, hoor maar! Yeah!
en Saskia. Goed gedaan. Deze show wordt een mega succes. Zo, daar ben ik dan. Vink snel klaar. Nog een keer. Een geweldig applaus voor de snelle Vink Snel. En voor jullie allemaal. De raarste, maar toch ook de beste groep waar ik ooit mee gewerkt heb. Ik zeg, kunnen denken. Ik zeg feest voor iedereen. Jongens, ik trakteer. Zoals jullie al zongen.
Namens meester Rienes en alle andere juffen en meesters van de Oosterhoofdbrugschool mag ik iets zeggen. Meester Rienes, je wordt gelukkig alweer een beetje beter. Een musical. Een musical is toneel, muziek en vooral een groot feest. En dat grote feest, daar hebben jullie van gezongen. En dat heb je laten zien. We hebben van jullie en deze musical, waar jullie de hoofdrol in waren, hebben we genoten. Dus het grootste applaus verdienen eerst jullie. Alle kinderen krijgen een roos als bedankje. Maar ik weet zeker dat jullie ook allemaal nog veel meer mensen willen bedanken die meegeholpen hebben bij deze musical. En dat zijn natuurlijk vooral de moeders die jullie zo prachtig gesminkt hebben allemaal. Juf Ali en Cindy voor al het werk wat ze doen. Debbie voor de prijsjes en de tombola die ze dan heeft geregeld. Maar ook meneer Louis van de Schakel voor de geweldige samenwerking. En natuurlijk vooral meester Rudy, meester Arjan en juf Sandra die met zo'n goed natuurlijk heeft gewerkt. En daar sta je dan op toneel en gelukkig hebben jullie nog een groot feest te gaan, want schoolkamp komt er natuurlijk ook nog aan. Maar daarna is het richting voortgezet onderwijs. En jullie hebben laten zien dat je over zoveel talenten beschikt, dat we denken en ook verwachten dat jullie het in het voortgezet onderwijs geweldig gaan doen. Heel veel succes allemaal. En nogmaals, dankjewel voor de musical. Dank jullie voor je aanwezigheid. En nog één keer een groot applaus.